Het is november en langzaamaan zit de winter eraan te komen. Ook al liepen we vorige week nog in onze korte broek. En als hier in Drenthe de winter komt, dan beginnen ze een beetje zenuwpezerig de weersvoorspellingen in de gaten te houden. Gaat het nog vriezen? Krijgen wij ijs? Maar de laatste jaren is het antwoord steeds vaker nee. En in deze gemeente hebben ze maar liefst negen natuurijsbanen, maar bijna nooit ijs. Kunstenaar en filmmaker Ockie Poort vliet groeide op in deze gemeente en maakte hier vorig jaar de film IJswee. Schitterend woord is, over ja. de heimwee naar het IJs, hele charmante film. Zij is hier bij ons samen met Henk Wolbes, beddingmeester van de IJsvereniging Schoonmeer. Welkom allebei. Dankjewel. Dankjewel. Ja, Henk, negen natuurijsbanen in één gemeente. Wat is dat voor een krankzinnig aantal? Ja, dat is natuurlijk een, een groot aantal voor een uh, betrekkelijk grote gemeente met eigenlijk weinig inwoners. Ja, dat is gewoon één ijsbaar bij drie mensen geloof ik. daar ja. ja. gaat het over. Ja, nou, dat, dat is uh, de gemeente Bargerodorne is natuurlijk een uh, uitgestrekte gemeente. Uh, een Grote oppervlakte, maar eigenlijk heel weinig inwoners. Ja. En de meeste daar hebben dus allemaal een eigen natuur-ijsbaar. En jullie negen? Ja. ja. Ja, ja. ja maar, maar is het schaatsen van oudsher zo populair hier? Uh, ja, eigenlijk in, het, in, in Drenthe, of in, in het hele noorden. is het gemiddeld wat kouder dan uh, in het zuiden van de. Absoluut, land. ja. En uh, daarom uh, ja, hebben wij toch wel een beetje. Uh, ja, we, we schaatsen uh, graag. Ja, Henk, het zit natuurlijk gewoon een beetje in het, in het DNA van de Drenthe. In, in de documentaire uh, hoor ik jou ook vertellen dat het ook een beetje in het DNA van, van de boer zit. Ja, ik ben, Jij bent ik, zelf ook een boer? Ik, ik ben zelf ook akkerbouwer uh, in Odoorn. En uh, meestal uh, ging het van vader op zoon, zeg maar, die in het bestuur zaten. De, de, de zoon die nam het later over. Mm -hmm. En uh, mijn vader is zelf nooit bestuurslid geweest. Maar eigenlijk, een boer die heeft uh, bij de winterdag een beetje tijd. En uh, die, die zorgt dan uh, voor het dat onderhoud van de je ja, ja, precies. Ik reclame ja. Hè, ja. Ben je kunt Waar natuurlijk hebben we laten worden. schaatser en ja. boer. Ja. ja, dat is het. En daar komt de reclame ook vandaan. Ja, wat herinner jij nog dan, Henk, van de winters van Welleer, 30, 40 jaar geleden? Nou, toen ik zelf uh, klein was of van een lagere school, dan ging ik vaak met mijn vader mee. Mijn vader ging de ijsbaan uh, prepareren, zeg maar, met de bezem. Zo ging dat vroeger. Maar, ieder jaar eigenlijk wel? Ja, uh, ieder jaar. En uh, wij, zeg maar, ze waren de ijsbaan aan het prepareren en dan gingen wij gewoon schaatsen. Ja. Ja, en ja. dat... In dat uh, dat was gewoon ieder jaar uh, 14 dagen. En dan uh, was het een poosje weer door. En dan kon je vaak later nog een keer weer uh, ja, ja. ja, ja. Maar ook, jij, jij, jij bent veel jonger. Je bent Klopt. 23 jaar. Ja. Maar wat zijn jouw herinneringen dan aan, aan de schaatsbaan? Ja, heel anders dan die van Henk natuurlijk. Ja. Veel minder. Maar voor mijn gevoel is er toch al in die paar, jaar, paar jaren dat ik leef... er al, al iets veranderd. Als kind kon ik toch al vaker schaatsen dan nu. En dat is... Ja, in 15 jaar tijd toch ook alweer veranderd. Mm -hmm, ja. Dus uh, vandaar ook de film. Ik vind, het, maar... woord, ik vind het woord zo mooi. Ook. Nou, dankjewel. Ja, ja, ik, dat vind ik zo'n mooi woord. Het wil ik hem in de dikke vandalen. Dus, uh, ja, dat heb, heb jij bedacht. Ja, ik Eishway. heb jij bedacht. Ja. Hoe, ja, ik kan me het wel voorstellen wat het is, maar hoe ja. zou jij het willen omschrijven? Ja, het is heel simpel. Eigenlijk de heimwee naar ijs. Ja. En uh, dat is ook wat, wat Henk uh, ook wel ervaart, denk ik, en veel mensen in het dorp. Ja, vroeger kon je altijd schaatsen. En ja, we willen nog elk jaar, maar... Dat gaat niet echt meer. Maar ook, hier, waarom wilde je eigenlijk? Uh, waarom wilde je deze documentaire maken? Nou, ik, ik ben altijd wat bezig met het thema van klimaatverandering, zoals veel van mijn generatie. Mm -hmm. En dat zijn vaak grafieken. En ja, dat is allemaal een beetje abstract. Ja. Maar ik dacht, hoe merken we dat nou in het dorp waar ik vandaan ja. kom bijvoorbeeld? En ik dacht, hoe, ja, hoe is dat duidelijker dan dat we minder kunnen schaatsen elk jaar? Dat kan iedereen gewoon. Bedenken voor zichzelf. Ja, je wordt heel heel te... zichtbaar ja. van. Ja. En, en leg eens uit, wat, wat, wat hoor je dan in die documentaire? Hè? Je, ja, je spreekt een boel mensen hier ja. uh, in, in de buurt. Wat, wat zeggen die? Uh, het meeste wat je hoort, heeft Henk ook wel gezegd, denk ik, het is zoals het is. Hmm. Dat is toch wel de. Ja, wat, wat kunnen we doen? En we gaan het gewoon door. Ja. Ja, dat is, maar dat is ook wel, daar vind ik ook wel een beetje. Ja, een beetje het is wat het is. Een beetje klein of zo. Een beetje, ja, ja, maar de Drenthe houden het ook graag klein. Ja. Dus dat is erg Drents eigen, denk ik. Ja. Maar, jij, maar jij bent 23, jij bent een andere ja. generatie. Je hebt klimaatverandering, ook een belangrijk ja. thema. Dus daarom heb ik er een film op ge over gemaakt. Ik denk niet zo het is zoals het is. Uh, ik wil dat, dat verhaal vertellen en uh, ja... Kijken wat zit erachter. Want eigenlijk is het ook niet zoals het is. Nou, mensen jammer. missen het echt. Het is namelijk, je legt ook in, in de documentaire gewoon eigenlijk de, een, een Drentse cultuur uh, vast. Ja. Die eigenlijk langzaam uitsterft. Ja, dat is zo zo ja. mogen we het natuurlijk niet zeggen, want we moeten hoop houden. Ja, hoop, maar, uh, hoop is er altijd. Dat is er altijd en daarom gaan de ijsverenigingen ook elk jaar weer door. Ja. Maar, uh, maar dat is de... gewoon bijna nooit meer... Echt nee, ijs in, in de winter. Had, ja, ik had geluk met mijn film, toen was het vier dagen open, maar dat is echt geluk. En dat is niet meer de winters die Henk uh, kent van zijn uh, jeugd. Het nee. is gewoon heel anders. Komt er ooit nog terug, denk je, Henk? De winters van wel hier? Nou, het, het kan een golfbeweging weten. maar ik, ik denk dat het uh, steeds meer een hoop wordt. Ja, ik vind dat Okki zegt net iets moois. Ze zegt, ja, mensen zeggen, het is wat het is, maar het is niet wat het is, want ze missen het. Ja, tuurlijk. Uh, wij merken, of ik merk dat als, als penningmeester natuurlijk enorm. Uh, ik sta meestal ook op de donateurskaart met mijn telefoonnummer. En uh, het heeft nog maar één nacht, uh, een halve graad of een graad op Of ze bellen al. He? En dat bellen ze al. Want wanneer kunnen we schaatsen? Zeg, uh, Echt waar? Ja, dat is ongekend. Zo gaat dat. En wat maar... zeg jij dan? Ja, morgen vroeg. <laughs> ja. <laughs> nou, ik moet het meestal. Uh, nou, ik erger me er op een gegeven moment aan al die telefoontjes. Want dan denk ik van 1 graad voorst, mensen. Uh, ja, even, laat me met nou. rust. Ik <laughs> <alsof> <laughs> denk even. Maar vraag. eigenlijk 1 graad voorst en dan bellen kan ik al. Ja, op. maar vind ik eigenlijk ja. ook wel weer mooi. Ja. Nu is het november. Officieel komt de winter natuurlijk binnenkort aan. Maar uh, ja, vorige week stond. Erik heeft nog de radio-uitzending in zijn Zwembroek gepresenteerd. Maar gaan jullie gewoon toch weer beginnen zoals altijd? Ja, wij, 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 de ijsvereniging van ons, dat is een, een grasvlakte. En uh, die is gemaaid door de staatsbos. En uh, de maaischap wordt er ook afgehaald. Uh, om om, uh, om een glad te houden? Om, om het glad te krijgen. En dan uh, moeten wij vier weken pompen om uh, de baan vol te krijgen. Dus wij moeten nu beginnen, want anders... Uh, dan zijn we te laat als het dal begint te vriezen. Ja, ja, ja. Moet je nu beginnen? Misschien wordt het volgende week weer 22 graden. Maar ja, toch mag je beginnen. Ook heb jij ook alweer nog die spanning. van dat je dan nog zit te kijken naar de temperaturen. Ja, helemaal. Toen ik de film maakte, toen was ik eigenlijk één met de vereniging geworden. Want ik moest ook er zijn als er, als er ijs was, ja. Of voor er ijs was. Hmm. En uh, toen heb ik heel erg nauw dat gevolgd natuurlijk, die, die temperaturen, net als uh, de vereniging. En dan uh, ja, daar stond ik al uh, als er een klein laagje was, of steeds dikker, toen kwam de sneeuw. Ja, toen zei Henk tegen mij, oké, okay, ik ben bang, bang dat Nickford. En uh, de volgende dag vroeg iemand, nou Henk, kunnen we morgen scheuvelen? Toen zei hij, ja, denk het wel. Dus uh, ja, het, is allemaal, het gaat ze ja. Gaan alle kanten op met zo'n ja. vereniging. Je houdt het in de gaten, er is geen pijl op te trekken. Nee. Maar, maar okay, uh, okay. we gaan er altijd voor. Maar oké, okay, ik vind het mooi, want jij maakt die film eigenlijk. Ja. Want je zegt van ja, klimaatverandering speelt een, is een thema in wat ik maak, in wat ja. ik doe. Lukt het jou dan ook om die boodschap van klimaatverandering, jongens, er is iets aan de hand. Lukt het jou ook om die boodschap dan over te brengen op, op nou ja, mensen hier in de buurt Drenthe die wat ouder zijn? Dat, dat, dat je ook zegt, jongens, dit, dit, dit gaat over klimaatverandering. Hè? Ja, ik, en ik, ik je om die boodschap over te brengen? Ja, ik denk het wel. Want ook zo, omdat Henk ook bijvoorbeeld boer is, dan merk je het gewoon. Heel veel mensen merken het gewoon omdat ze veel leven met het land of met, met het ijs. Mm -hmm. ja, ze hebben het donders goed door, iedereen, dat, het, dat er verandering is. Ja. Maar ja, hoe iedereen ernaar kijkt, is weer anders. Ja, ja en, o, en of we het kunnen terugdraaien of we ooit weer uh, van die hele forse winter zullen krijgen, dan moeten we maar afwachten. Maar ik vind het wel goed, gewoon altijd doorgaan met het opbouwen van die schaatsbaan. Wellicht tegen beter weten in. Ik help het jullie hopen. Uh, Henk Wolbers en filmmaker Oki Portfriet, dank jullie wel. Graag gedaan. Graag gedaan, ja.